staan hier op Stadserf 1, de politieke arena van Breda. En 2015 is bijna voorbij. Waar ben je het meest trots op, Rut? Ja, dat we toch wel met een klein team 18 afleveringen hebben gemaakt van Stadserf 1. Gewoon als vrijwilligers met de Henriette die monteert en Annelies die produceert. En Paul Piquet die de griffier die de column deed. Een heleboel cameramensen, maar bijna twee vaste. Mark en Menold, die nu ook achter de camera staan. En wij. En ik heb het gevoel dat we bij elke aflevering beter worden. Dus daar ben ik wel erg trots op. En we gaan weer voor een vol seizoen met Stadserf 1 aflevering. Dat lijkt mij een heel goed streven. Ga ik jou nou vragen? Ja. Dus nou ga ik het aan jou vragen. Het 2015 loopt een einde. Waar ben je het meest trots op? Dat ik geslaagd ben dit jaar. En volgend jaar nog een keer weer gaan starten met een nieuwe opleiding. Dat zou je ook het afmaken van de zin zijn. Het zou fantastisch zijn als in 2016... En het zou fantastisch zijn als Breda nu nog breder gedragen wordt. Maar ook dat we mensen door het programma kennis laten maken met de politici in Breda. De vraag die we onszelf hebben gesteld, waar zijn we het meest trots op in 2015? En om de zin af te maken, het zou toch fantastisch zijn als in 2016? Stellen we niet alleen aan onszelf, maar die gaan we ook stellen aan heel veel raadsleden, wethouders en de burgemeester. Ga je mee naar binnen? Ja, ik ben benieuwd. In 2015, waar bent u het meest trots op dit jaar? Ik ben het meest trots op het feit dat ik burgemeester ben mogen worden van de mooiste stad van Nederland. Namelijk burgemeester van Breda. Nou, het meest trots ben ik toch op het feit dat ik 1 maart 2015 vader ben geworden. Kijk, een zoon, dochter, naam, gewicht, alles willen we nu weten. Nou, inmiddels is hij 9 maanden oud en is het een wolk van een baby. Trots op de partij natuurlijk, zo'n kleine partij met weinig mensen. Maar dat we zoveel voor elkaar krijgen en samen mooi over Breda kunnen praten. Het meest trots ben ik op het feit dat ik eigenlijk gewoon in 3 maanden tijd voor mijn gevoel al een behoorlijk volwaardige wethouder ben geworden. Dus dat ik aardig heb weten in te werken in de dossiers waar ik nu verantwoordelijk voor ben. We zijn trots op Bob, maar wat we het meest trots op zijn is de aanzet tot het initiatiefvoorstel voor een referendum. Dat er toch een heleboel dingen in het coalitieakkoord staan wat onze wensen waren. Dus daar zijn we best trots op. Het was een bewogen jaar voor onze CDA. De coalitie viel, maar ondanks dat is het wel gelukt om de kleine zaken die voor mensen echt toe doen. Daar hebben we het over de geluidsoverlast in Tuinzicht, maar ook een drempel of de verkeersveiligheid in onze stad onder de aandacht te brengen. En dat is toch ondanks alles gelukt en daar ben ik toch blij mee. Zeg maar benoeming als commissielid namens de SP en zeg maar iets terug te kunnen doen, terug te geven aan de stad Breda. En nu mag ik me vooral ook bezighouden met werkgelegenheid en economie. En toch proberen de stad weer bloeiend en levend te houden. En vooral de mensen van de onderste laag ook zien mee te krijgen. Ja, voor mij geldt natuurlijk dat ik ben gevraagd als formateur van het nieuwe college. Deze zomer hebben we een zeer intensief proces gelopen om een nieuw college ook te formeren. Dat is bijzonder goed geslaagd. In de zomervakantie, mensen hebben het nauwelijks gemerkt. We zijn vol aan de slag gegaan. Dat is wel echt iets waar ik trots op ben. Dat gelukt is. Ik denk van nou, dat is een mooie prestatie die we met elkaar geleverd hebben. Dat we deze zomer in 6 weken tijd toch een nieuw coalitieakkoord hebben kunnen schrijven. En dat eigenlijk heel het jaar 2015 de stad Breda gewoon goed bestuurd is. Het meest trots ben ik toch op de begroting. Dat het nog gelukt is na een best turbulente zomer om een begroting te presenteren waar het nieuwe bestuursakkoord al in verwerkt zit. En ook de vorm van de begroting, dat die digitaal toegankelijk was. En ja, hij staat nog steeds online, dus ik zou zeggen neem eens een kijkje. Nou, het is natuurlijk een vreselijk moeilijk jaar geweest, hè, met het afbreken van de coalitie waar wij bij zijn betrokken. Waar ik dan nog wel trots op ben, is zeg maar dat ze uiteindelijk 95% van ons programma hebben doorgezet. Dus wat dat betreft, dan denk ik bij mij, ja goed, dat is dan mooi meegenomen, laat ik het zo maar zeggen. Dat we als SP hebben bewezen dat we echt een bestuursopsteek kunnen zijn. Dat we verantwoordelijkheid hebben kunnen nemen voor het besturen van de stad. Maar dat we ook gewoon actief zijn gebleven in de wijken en op straat. Dat we toch eigenlijk wel wekelijks
actie hebben gevoerd. Afgelopen jaar heel veel bezig ben geweest met het verhaal rondom Nationaal Monument Kamp Vught. En hoe gaan wij om met onze medemens. En dat is eigenlijk, als je ook weer terug gaat kijken naar Breda, de vluchtelingenproblematiek die daaromtrent gaande is. Is dat een ontzettend belangrijk onderwerp. En ik ben er ook trots op dat we hier in Breda een AZC hebben waar het op dit moment echt naar behoren goed draait. En daar kunnen we trots op zijn als stad, dat we dat aankunnen. Een van de dingen waar ik heel erg trots op ben, is dat we het vraagstuk van de betaalbare woningen in Breda weer op de kaart hebben gezet. En dan heb ik het natuurlijk over betaalbare huurwoningen, want dat is waar die nood het hoogst is. 2015 was voor de gemeente, voor alle gemeenten, een heel spannend jaar, omdat we heel veel nieuwe zorgtaken kregen. En waar ik wel heel erg trots op ben, is dat we eigenlijk op een hele rustige manier die taken overgenomen hebben. Er geen hele schrijnende gevallen zijn geweest. En als er wel klachten waren, ze heel snel op hebben kunnen pakken. Dus eigenlijk een hele goede basis hebben gelegd voor de toekomst van de zorg in Breda. Het begin is pas gemaakt. Hè. We moeten nu pas echt gaan veranderen in de zorg. Maar de eerste klap van we zijn verantwoordelijk en we hebben het goed voor elkaar weten te brengen. Het eerste jaar, daar ben ik echt trots op. Het meest trots ben ik toch wel op de wandeling die ik 2 weken terug gemaakt heb. Van net iets voorbij Brussel tot aan Parijs. Een heel eind gelopen voor het klimaat. En ik heb hem helemaal uitgelopen, heel veel gesprekken gehad. En ik vond het echt een geweldige ervaring. Dat was wel mijn hoogtepunt voor 2015. En het was de hele dag praten over duurzaamheid, over nieuwe vormen van energie, nieuwe vormen van de samenleving. Dus super inspirerend en ik heb echt heel veel nieuwe contacten opgedaan. Je gaat voor idealen in de politiek zitten. De afgelopen half jaar hebben we een motie over bioplastic met andere partijen aangenomen hier in de Raad. En dat betekent dat we iets doen aan het milieu, maar aan de andere kant ook iets doen aan de regionale arbeidsmarkt. Ik denk dat ik het meest trots ben dat ik heel veel heb bijgedragen aan Breda Begroot. Om te kijken of we de burgers, de inwoners van de stad meer zeggenschap kunnen geven of meer ideeën kunnen laten aandragen om het geld wat Breda te besteden heeft zo efficiënt mogelijk in te zetten. Ik ben best trots dat ik hard gewerkt heb met de raadsleden, maar ook altijd tussendoor hard gelachen heb met de raadsleden. En dat maakte het tot een leuk jaar. Als je de sensor afmaakt, het zou toch fantastisch zijn als in 2016... Het zou fantastisch zijn als in 2016 nog meer mensen aan het werk gaan, een baan krijgen. En voor jou? Ja, ik denk dat het heel mooi zou zijn als er nog meer mensen in deze mooie stad komen. En dat die allemaal net zoveel van deze stad genieten als dat ik doe en als dat wij doen, denk ik. Dat we die 52% stemmers die niet gestemd hebben, dat wij die kunnen bereiken. En dat zij ons ook kunnen bereiken. Dat zou ons grote ideaal zijn. En 2016 zou fantastisch zijn als de Bredaners meer betrokken raken in hun eigen stad en meer zeggenschap krijgen in hun eigen stad en de verbinding zoeken. Als in 2016 alle acties die door Bredaners worden ingezet, waar ze samenwerking zoeken met elkaar, met andere organisaties, maar ook met de gemeente, dat er daar enorm veel van gerealiseerd kunnen worden. Dat alle inwoners iets kunnen betekenen voor de politiek om te zeggen van nou, ik zou het geld daar of daar aan uitgeven. En dan is de stad weer van de inwoners en niet alleen van de politiek. 2016 is natuurlijk al het jaar waarin het station open gaat, waarin het 5-sterrenhotel in de Nieuwstraat open gaat, waarin de evenementenzone van start gaat in november, waarin de HSL-trein naar Antwerpen gaat rijden. En wat zou het toch mooi zijn als we daar nog een extra impuls bij kunnen zetten. Als ik rondom december een fantastische mooie uitnodiging in de bus krijg, dat we in januari 2017 een mooi museum mogen openen. Waar fantastische mooie tentoonstellingen te zien zijn, een mooie kruisbeschrijving, erfgoed, beeldcultuur.
Ja, naast dat NAC dan hopelijk terug is in de eredivisie, hoop ik vooral ook dat onze sportverenigingen een stap omhoog gaan maken. Daar heb ik alle vertrouwen in. We hebben daar ook al Breda nu al een heel mooi interview over gehouden. Dat je ziet dat wij daar coalitie en oppositie in samenwerken. Van Breda, ik hoop dat wij in 2016 die stap gaan maken. En dat het Breda'se sport- en verenigingsleven een extra dimensie en kracht kan krijgen. Nou, het zou toch fantastisch zijn als we in 2016 de samenwerking die we in 2015 gestart zijn in de binnenstad. Als we die naar een volgend level kunnen gaan tillen. Waarbij het ondernemersfonds, het toeristisch fonds, het VVV en de Breda'se evenementenorganisaties... Ja, fantastisch gaan samenwerken. Het zou fantastisch zijn als we in 2016 naast allerlei grote projecten, grote uitdagingen, ook vooral op een wat kleiner niveau de dienstverlening aan de individuele bewoners nog een stuk beter kunnen maken. Het zou fantastisch zijn als in 2016 Breda een duurzame economische ontwikkeling gaat maken. Als Breda dan beslist om niet in 2044 klimaatneutraal te zijn, maar in 2030. En ik denk echt dat het kan, hè. Technisch kan het allemaal. We moeten echt de keuze durven maken dat we het gaan doen. En als we het gaan doen en we doen het samen, dan gaat het ook lukken ook. Er is echt een flinke groep mensen die nu thuis op de bank zitten omdat er gewoon onvoldoende werk is of omdat ze een te grote afstand van de arbeidsmarkt hebben, dat die weer aan de slag kunnen omdat er meer banen zijn, dat er meer specifiek werk voor mensen waar wat ondersteuning voor nodig is gerealiseerd wordt en dat die echt weer mee gaan doen in de samenleving. Eindelijk de Harley-dag weer eens doorgaat, natuurlijk. En er ook heel veel vrijwilligers komen voor ouderen. Want er zijn heel veel voor de asielzoekers. Hartstikke mooie zaak. Ook voor in het ziekenhuis, hele mooie zaak. Maar de ouderen worden toch een beetje vergeten voor ons idee. Wat mij betreft minder kinderen in Breda in armoede leven. Ja, de gedachte dat de buurt de basis is in Breda, hè, dat we met de mensen in de buurt met elkaar het leven aangenaam maken, dat echt een stap verder wordt gebracht. Hè. Dat we in die wijk ook echt met elkaar bezig zijn om het veiliger te maken, leefbaarder te maken, dat we een beetje voor elkaar zorgen in de wijk, dat we oog hebben voor elkaar. Dat lijkt me een prachtige gedachte voor 2016. Dat we allemaal gezond blijven en dat wij iets kunnen betekenen voor elkaar, ook voor de mensen die minder hebben. En ook voor de mensen die van ver komen. Als het in 2016 zover komt dat we weer een fantastische, goede opvang voor asielzoekers weten te realiseren. Want dat is ook een probleem waar we met de hele stad onze schouders onder moeten zetten. In ons land plek is voor alle kleuren en soorten en maten mensen. En daarom ga ik ook in 2016 elke raadsvergadering een andere kleur strop dat aandoen. We beginnen met paars. Dus daar moeten we op gaan letten in de komende raadsvergadering. Hou hem in de gaten. Er een heel goed ondernemersklimaat was voor de ondernemers in Breda. Dat onze ouderen heel goed verzorgd worden. En dat de werkloosheid teruggebracht is met heel veel procenten. En persoonlijk? Wat is je persoonlijke wens voor 2016? En vanuit persoonlijk vlak hoop ik het sportieve weer wat meer op te pakken. Ik heb afgelopen zomer een mooie dochter mogen krijgen. Dus het heeft even wat stiller gelegen. Maar die halve marathon moet er sowieso in zitten. En nou ja, wie weet misschien nog meer in het najaar. En voor jou? Ja, sporten eigenlijk ook wel een beetje. Maar dat is niet de eerste keer dat ik dit zeg. Maar misschien ook weer een keer opnieuw het studieboek in. Dat ook wel goed zou zijn. Ik het eerste begin van een gezinnetje zou kunnen maken. Dus dat. Dat staat op de planning. Half. Het zou mooi zijn als het uit zou komen. En hoe groot acht je de kans dat we weer in de eredivisie komen? Ja, de wedstrijd was kampioenswaardig, maar ze moeten nog gaan scoren. En ik ga ze doen. NAC gaat promoveren naar de eredivisie. Nou, voor mij persoonlijk speelt dat we in 2015 voor de helft eigenlijk als gezin niet compleet zijn geweest. Omdat mijn oudste dochter in Zuid-Afrika heeft gestudeerd en ook nog met haar vriend naar Australië is gegaan. En in 2016 dat we gewoon weer eens met elkaar compleet zijn, dat zou wel mooi zijn. Ik wil net zoveel plezier in mijn werk houden als ik in de afgelopen maanden heb gehad. Mijn zoon zijn eindexamen haalt, NAC promoveert, Serious Sequest een geweldig succes wordt opnieuw in Breda. Dat de opening van het station ervoor zorgt dat de noord- en de zuidkant met elkaar verbonden zijn. En dat je voordat je het weet in Antwerpen zit. Dat heel veel mensen in Breda weer werk hebben gevonden. Dat ze gelukkig zijn met elkaar, dat we elkaar weten op te zoeken, elkaar weten te versterken en dat we echt een stad zijn waar we met elkaar samenleven. Dat hoop ik voor 2016 en ik hoop dat ik dat samen met u mag meemaken. Dank u wel.
Ja? Nou, dus ja. Die top die van Willem-Alexander. Wiegeltje. Ja.